Het is niet echt een platform om informatie op te delen, naar mijn mening. Meer zoiets van, kijk, dit is mijn leven en ik doe geen ruk met mijn dag. In deze video ga je erachter komen wat het beste platform is voor fitnessinformatie. Yo mensen, tof jullie kijken naar vandaag weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag staat er weer een tierlist op de planning. Ja, ik heb al een aantal keer eerder een tierlist gemaakt. Of in ieder geval een tierlist ingevuld. Ik vond het erg leuk. Ik kreeg ook leuke feedback op. Dus in ieder geval bedankt daarvoor. Als je nou een keer een suggestie hebt voor een andere tierlist, laat het dan zeker weten. Of misschien een ander leuk spelletje of zo. Of iets met fitness gerelateerd. Maar ja, laat dan zeker al even je onder achter. Of sluit al even in mijn DM. Want jullie weten het. Volg me even op de gram. We gaan vandaag dus weer een tierlist doen. Vandaag gaat de tierlist over de verschillende platformen. En dan natuurlijk wel even op social media gebied. Ja, slash gewoon internet zeg maar. Want we hebben vandaag in de tierlist staan. En dan gaan we nu even naar de tierlist toe. Als nummer 1 hebben we staan Instagram. Nummer 2 hebben we staan Google. En dan bedoel ik eigenlijk gewoon heel even websites in het algemeen. Maar meestal als je iets opzoekt op internet, doe je dat meestal via Google. Ik wil niet zeggen altijd, maar in ieder geval Google. Daarnaast hebben we staan Spotify. Nou, dit is niet alleen Spotify, maar dit is gewoon de app die ik het vaakst gebruik voor podcasten. Dus als je bijvoorbeeld Apple Podcast gebruikt of weet ik voor al die andere platformen zeg maar, dat is ook helemaal prima. Maar ja, deze is wel even alleen gericht op podcasten. Daarnaast hebben we staan TikTok. Ja, gewoon alleen TikTok. Ja, heel misschien dat je Insta Reels er ook een beetje bij kan pakken. Maar ik hou het nog heel even bij TikTok. Daarnaast hebben we staan Snapchat. En daarnaast hebben we dan weer staan YouTube. En ik weet dat je kan ook podcasten kijken op YouTube. Maar ik bedoel nou YouTube alleen heel even in de ja, videoformat zeg maar. Echt een beetje kort en niet anderhalf of twee uur lang. Ja, en deze tierlist ga ik dus invullen. Wat naar mijn mening de beste platform is om ja, fitnessinformatie te consumeren, zeg maar. Of in ieder geval ja, op te doen. Ja, de platformen die dus bovenaan komen te staan zijn de platformen die mij het meeste en of ja, beste kwaliteit en informatie heeft opgeleverd, zeg maar, in mijn fitness journey. Dit betekent zeker niet dat het voor jou zo het geval moet zijn, maar dit is gewoon heel even voor mij. En als je nou echt niet weet waar je moet kijken, dan kan je dus hieruit misschien een aantal tips halen of misschien een beetje een guidance, zeg maar, van waar je misschien op wil gaan kijken voor fitnessinformatie. Maar ja, we gaan dan even beginnen met Instagram. En dit is misschien al meteen niet zo'n hele populaire mening, zeg maar ik vind Instagram niet echt super top voor fitness tips en weet ik veel allemaal. Ja, je kan wel filmpjes hebben, zeg maar, met leuke workouts, maar dan alsnog zijn deze workouts gewoon niet echt gepersonaliseerd. En ja, vind ik nou ook niet echt dat ik heel veel goede workouts heb gezien op Instagram. Tuurlijk, er zijn altijd uitzonderingen. Maar ja, naar mijn mening vind ik Instagram niet echt super top voor fitnessinformatie. Ook bijvoorbeeld als je een beetje te scrollen op je feed. Of als je bijvoorbeeld naar die explore page gaat of zoiets. Ja, dan kijk je naar mijn mening gewoon eigenlijk altijd gewoon naar de foto's. En de tekst die eronder staat is eigenlijk een beetje bijzaak. Daarom ben ik zelf ook, ja, ik zeg wel altijd natuurlijk volg mij op Instagram. Ik post niet super veel op mijn feed, maar wel altijd in mijn story. Omdat ik daar gewoon veel leuker vind om dingen te delen, zeg maar, die ik door de dag heen doe. Maar niet zozeer als in van een feed en dan een caption van hoe weet ik voor hoeveel woorden. Als in van hier heb je 10 tips of zo. Ja, ik vind het naar mijn mening gewoon iets minder, zeg maar, ja, indruk maken, impact, zeg maar. Van ja, mensen lezen het wel, maar die gaan er een beetje overheen. Zo, ja, het zal wel, weet ik voor allemaal. Ja, nogmaals, het is natuurlijk voor mij en ik vind dit gewoon nog niet echt bepaald het beste platform om, zeg maar, dat soort informatie te geven. Nogmaals, het is mijn mening, dus misschien verschilt het voor jou helemaal en denk je nou van, Max, hou je bek? Ja, dat kan best zo zijn. Ik bedoel, dat zou ik ook denken, maar nee. Maar daarom plaats ik Instagram op een C-tier. Nogmaals, ik vind het dus niet super slecht, maar naar mijn mening ook niet super goed, omdat ik gewoon meestal zie je gewoon van die foto's of van die workouts en dan denk je van ja, het is wel leuk en je leest misschien een aantal tips of zo. Of je kijkt misschien al even die workout erheen. Maar dan alsnog, ik pak die workout zelf eigenlijk niet echt. En de tips heb ik naar mijn mening ook niet echt super veel aan. Omdat je niet super veel context kan geven. Of echt super uitgebreid kan uitleggen. Tenzij je bijvoorbeeld één tip pakt voor bijvoorbeeld één hele caption. Maar ja, naar mijn mening, niets super top, maar ook niet echt. Ja, als ik echt naar mezelf kijk, plaats ik het misschien nog wel wat lager. Omdat ik het gewoon zelf niet heel veel aan heb gehad. Maar ja, weet je wat, dat doe ik eigenlijk ook gewoon, want ik heb er zelf eigenlijk nooit van gehad. Ik plaats hem op D-tier. Ja, dat gaat misschien heel veel jullie een beetje pissed off maken. Maar ik heb er zelf niet heel veel aan gehad. Maar nogmaals, misschien jij dus wel. Dan gaan we even door naar Google, ja, oftewel websites. Ja, dit is een beetje tricky, aangezien ja, ik persoonlijk heb echt heel veel gehad aan websites. En dan vooral gewoon bijvoorbeeld de websites zoals bijvoorbeeld PubMed of ja, andere websites waarbij ze bijvoorbeeld heel veel studies gewoon publishen, zeg maar. Gewoon heel veel studies op publiceren, zeg maar. Ja, ik heb hier zelf heel veel aan gehad, omdat ik zelf ook heel graag ja, dat soort dingen lees en ook heel veel, ja, ook zeg maar heel erg into de fitness literature ben, zeg maar, literatuur. Als in van, ik vind het super interessant om dit te zien, maar ja, over het algemeen heb je ook super veel blogs en zo en heel veel andere websites en dan moet je gewoon, naar mijn mening, dan wel gewoon meteen iets meer verstand hebben om dat soort dingen, zeg maar, een beetje te leren of in ieder geval een beetje onderscheid te maken als in van, oké, dit is goede content en dit is wat mindere content. Dus is het, naar mijn mening, iets trickier om, zeg maar, als je fitness content of als je fitnessinformatie wil opdoen, om meteen te gaan naar Google of websites, omdat het gewoon wat lastiger is om echt een beetje die
onderscheid te maken als in van, oké, is dit nou echt goede content of goede informatie of is het nou een beetje bullshit, zeg maar. Maar dat is naar mijn mening iets moeilijker. Daarentegen, ja, in mijn fitness journey heeft het heel erg geholpen en nog steeds. Ik lees nog steeds wel eens gewoon, of ja, nog steeds wel eens. Ik lees nog steeds wel studies en ik vind het gewoon super interessant. Dus voor mij is het sowieso een A-tier, omdat ik er gewoon nog best wel veel aan heb en omdat het me ook heel veel heeft geholpen. Maar nogmaals, als jij een beginner bent of als jij nog niet zo heel veel van fitness af weet, dan raad ik het meestal wel aan om iets van een soort van andere platform, zeg maar, te gebruiken. En daar kom ik zo meteen op terug. Dan gaan we door naar Spotify en dan bedoel ik gewoon heel even alle platformen, zeg maar, waarop je podcasten kan luisteren. Tuurlijk, je kan het ook op YouTube luisteren, zoals ik net al zei, of op andere platformen. Maar ik gebruik nog heel even Spotify, omdat ik dat gewoon het vaakst heb gebruikt. Maar ja, podcasten, dit is gewoon echt een super makkelijke voor mij van waar deze hoort. Je krijgt gewoon echt 3 kwartier of 1 uur of misschien wel zelfs langer dan dat. Gewoon fitnessinformatie waarbij ze gewoon super veel context geven en ja, disclaimers en misschien hoe je dingen kan aanpakken, et cetera. Ik luister zelf heel veel naar bijvoorbeeld Stronger by Science of bijvoorbeeld Iron Culture. Nou, dit zijn wel Engelstalige podcasts, dus ja, ligt er natuurlijk een beetje aan, zeg maar, hoe goed jouw Engels is. Maar er zijn volgens mij ook wel Nederlandstalige fitness podcasts, zeg maar. En misschien zou ik er zelf ooit in moeten beginnen. In ieder geval, voor mij is podcasten sowieso een S-tier, want er wordt gewoon zoveel, ja, tips en gewoon context bijgegeven, dat je gewoon, meestal is het probleem een beetje bij content, dat er gewoon te weinig context bij wordt gegeven, omdat het gewoon meestal wat korter moet zijn, of in ieder geval misschien ook wel een kortere tekst moet zijn. En dit kan gewoon bij podcast, is dit eigenlijk gewoon bijna niet eens meer criteria. Ja, je kan gewoon zo lang mogelijk uitleggen bijna als dat je wil, of in ieder geval, ja, natuurlijk wel een beetje in die timeframe, maar je kan super veel context geven en daarom vind ik het sowieso een S-tier waard, omdat ik er gewoon super veel aan heb gehad. Misschien niet een platform waar ik de meeste informatie vandaan heb gehad, maar wel gewoon echt het meest praktische advies, zeg maar, heb ik wel van, ja, dit platform meegekregen, omdat je hierbij dus gewoon, zoals ik net al zei, echt bij sommige podcasts duidelijke stappenplan krijgt en dit moet je doen en als je dit hebt of dit hebt of misschien heb je dit en gewoon super veel context. Ja, ja, hij hoort gewoon op een S-tier. En dan gaan we wel even door naar TikTok. En dit wordt ook niet zo'n hele populaire mening, denk ik. En dat is voornamelijk, denk ik, ook omdat dit stukje ook op TikTok waarschijnlijk gaat. Dus, oeps. Maar ja, TikTok, over het algemeen, ja, met TikTok vind ik het een beetje moeilijke informatie. Ja, zoals ik net al heb gezegd, bij Instagram wordt er natuurlijk vrij weinig, of in ieder geval relatief weinig context gegeven. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een podcast waar je gewoon 1,5 uur in kan gaan lullen. Bij Instagram moet je natuurlijk houden het aantal woorden. En bij TikTok moet je natuurlijk ook wel houden aan een aantal seconden. Je kan wel langere TikToks maken als bijvoorbeeld 3 minuten en dan kan je wel wat meer context geven. Maar meestal zijn de TikToks toch wat korter en moeten ze daarom wel gewoon misschien de tips wat makkelijker houden of in ieder geval, ja, wat minder context bijgeven. Anders wordt de TikTok gewoon veel te lang en dan, ja, dan is het bijna niet echt meer TikTok content. Dat is ook een beetje mijn TikToks. Mijn TikToks zijn best wel lang, maar dat komt nou gewoon omdat ik eenmaal dit soort clipjes, zeg maar, uit mijn YouTube video gewoon clip en dan TikTok plat. Maar ja, TikTok, het is ook een beetje een lage drempel, zeg maar, voor mensen om gewoon informatie te delen op TikTok, omdat het gewoon nou eenmaal gewoon best wel makkelijk is om een TikTok te maken. Is het ook helaas zo dat er best wel veel bullshit, zeg maar, wordt verspreid op TikTok. En ja, je kan zeggen van ja, op Instagram is het ook zo, zeg maar, want je kan ook heel even snel een post maken met fitnessinformatie. Maar bij TikTok gaan dit soort tips, zeg maar, al best wel snel heel erg viraal en wordt het dus al best wel snel een beetje een probleem, zeg maar, in de fitnessindustrie. Als in van ja, zo'n slechte tip gaat heel snel viraal en dan zijn er misschien 1000 mensen die het wel serieus opnemen of in ieder geval echt als goede informatie zien, zeg maar. En dan heb je al meteen 1000 mensen een beetje verkeerd geïnfluenced, zeg maar. Dus ja, naar mijn mening staat TikTok wel onder Instagram, omdat ik wel naar mijn mening Instagram dan wel ietsje beter vindt. Als in van, als je slechte informatie hebt, dan wordt het niet super hard gepusht in het algoritme. En bij TikTok krijg je dan nou eenmaal gewoon echt super veel comments. En dan gaat het echt gewoon poef of zo. En dan heb je in één keer, weet ik veel, 100.000 of 200.000, zeg maar, views op je TikTok. En dan zijn er altijd wel best wel veel mensen die het misschien wel serieus opnemen. En tuurlijk, er zijn mensen die wel goede informatie delen op TikTok. En dat vind ik dan ook wel echt tof om te zien. En dan hebben ze het echt goed gedaan. Maar ja, naar mijn mening heb ik er persoonlijk niet heel veel aan gehad. En ja, vind ik het ook niet echt een supergoed platform om echt dedicated, zeg maar, fitnessinformatie te consumeren. Dus een beetje, ik bash mezelf nou een beetje, zeg maar, omdat ik ook dat soort TikToks maak. Maar ja, ik weet niet wat ik erop moet zeggen. Maar blijf me wel volgen, dat wel. En dan gaan we door naar Snapchat. En om heel eerlijk te zijn heb ik nog nooit echt fitnessinformatie gezien / geconsumeerd op Snapchat. Je hebt het misschien wel, ik heb het zelf nog nooit gezien. Ja, ik heb wel een paar keer natuurlijk stories gezien van bijvoorbeeld personal trainings waarbij ze bijvoorbeeld een aantal tips geven. Maar het is nog niet echt dat je zegt als in van, oké, ik ga vandaag al even wat leren over fitness. En dan open je Snapchat om verhalen van andere mensen te bekijken. Dit gebeurt, ja,
misschien dat er iemand is, zeg maar, die dat wel doet, maar ik heb dat zelf nog nooit gedaan. En dan heb je bijvoorbeeld wel wat praktische tips, zeg maar. En daar kan je misschien wel wat van hebben. Maar natuurlijk echt de hoeveelheid informatie is natuurlijk wel echt een stuk minder dan als dat je bijvoorbeeld een volledige podcast over iets gaat luisteren of weet ik veel. Zelfs dat je bijvoorbeeld een Insta-post natuurlijk ziet, want dan kan je natuurlijk ook nog wel wat meer context geven. Tenzij je story op Snapchat natuurlijk ook gewoon bijna een uur duurt. Dat kan natuurlijk ook, maar we houden het heel even bij dat je bijvoorbeeld even snel een story maakt over kijken, hou je ellebogen 45 graden of weet ik veel allemaal, dat natuurlijk, ja. Daarom plaats ik Snapchat wel op een F-tier. Niet zozeer als in van ik vind het een slecht platform, maar meer zoiets als in van het is niet echt een platform om informatie op te delen, naar mijn mening. Meer zoiets van kijk, dit is mijn leven en ik doe geen ruk met mijn dag. Ja, en nu komen we natuurlijk bij mijn babytje YouTube. Ja, dit is gewoon een platform waar ik gewoon de meeste tijd in heb gestopt en ja, nog steeds zeg maar, steek. Ik weet niet of het nou in Nederlands was. Maar in ieder geval, ja, ook gewoon niet alleen om het te maken, maar ook gewoon om het te bekijken / luisteren. Ja, dus over het algemeen heb ik echt mijn meeste fitnessinformatie gekregen van YouTube. Ik heb echt al zoveel YouTube-video's gekeken, dat is echt niet normaal. Echt al sinds mijn 12e of 13e, zeg maar, ben ik al bezig met YouTube-video's kijken. Echt mainly, zeg maar, over fitness. In het begin ging het iets minder erover, toen in één keer voet naar boven. En nu is het misschien ietsje minder, omdat ik gewoon veel meer bezig ben ook om zelf content te maken. Maar nog steeds ben ik er echt wel bijna continu mee bezig. Maar ja, ook bij YouTube en eigenlijk ook bij elk ander platform in het rijtje is het natuurlijk al best wel tricky naar wie jij luistert, zeg maar. Omdat er gewoon natuurlijk ook best wel veel, zeg maar, BS een beetje wordt gedeeld op YouTube. En omdat het gewoon voor de meeste beginners, zeg maar, best wel moeilijk is om een beetje een onderscheid in te maken. Omdat, ja, bijvoorbeeld als iemand al bijvoorbeeld 2% meer weet over een bepaald onderwerp dan jij. En diegene weet er misschien niet superveel van, maar die weet misschien bepaalde termen of zo. Dan klinkt diegene al meteen echt al een stuk slimmer. En dan denk je meteen van, oh, deze gast weet er duidelijk meer van dan ik. En terwijl die gast misschien helemaal geen goede content geeft, of in ieder geval goede informatie levert. Daarentegen wil ik wel zeggen van, op YouTube is er natuurlijk wel de barrier, zeg maar. Als in van, zeg maar, de drempel om echt een YouTube video te maken natuurlijk iets hoger. Want je hebt bijvoorbeeld een laptop nodig, misschien een camera of misschien lichting. Natuurlijk zijn we al een beetje unnecessary, zeg maar. Je kan ook gewoon met je mobiel doen. Heb ik ook in het begin gedaan. Maar het is gewoon wel wat lastiger om YouTube-video's te maken als TikTok-video's. Dat hoef jou natuurlijk niet uit te leggen, want dat weet je waarschijnlijk zelf ook wel. Maar ja, daarom is meestal ook de informatie op YouTube waarschijnlijk ook wel wat beter. En als je dan ook nog echt weet wie je moet volgen op YouTube, dan is de informatie zeker echt een stuk beter, zeg maar, naar mijn mening. Niet zozeer als in van, oké, het is veel beter of die mensen zijn veel slimmer dan de mensen op TikTok. Maar je kan er wel gewoon echt een stuk meer context bij geven. En daarom vind ik de informatie op YouTube gewoon over het algemeen beter dan de informatie die wordt gegeven op TikTok of Instagram of Snapchat, wat naar mijn mening, zeg maar, niet echt een platform is voor informatie. Vandaar dat ik YouTube plaats op een A-tier. Maar nogmaals, het is wel gewoon een platform waar ik persoonlijk de meeste informatie vandaan heb gehaald. Niet per se als in van echt de beste kwaliteit, want nogmaals, het staat dus wel op een A-tier en niet op een S-tier, omdat ik gewoon podcasts echt super interessant vind en dan kan je echt super veel scientists, zeg maar, over de hele wereld kan je gewoon beluisteren, waarin ze gewoon echt studies gaan uitleggen en helemaal stap voor stap gaan laten, ja, jou, zeg maar, meenemen in de studies die zijn gedaan. En dit is op YouTube misschien ietsje minder natuurlijk. Als je bepaalde video's kijkt, is het wel wat meer. Maar bij YouTube wordt het meestal toch wel wat korter gehouden. En daarom vind ik podcasts misschien nog één stapje hoger in kwaliteit. Maar niet zozeer als in van dat het mij over het algemeen meer informatie heeft gegeven. Maar dus dat het eigenlijk iets dieper in de content gaat. Of in de studie, zeg maar, dan bijvoorbeeld een YouTube video. Maar in ieder geval, dat was de tierlist. Ik hoop dat jij er misschien wat van hebt geleerd over de platformen waarvan ik het meest heb geleerd. Ja, wow. In ieder geval, en misschien ben je het bij me eens, misschien helemaal niet. Ik ben wel benieuwd om te weten welk platform jij het leukste vindt. Of in ieder geval waar jij misschien het meest aan hebt gehad. Misschien luister je helemaal geen podcast en misschien kijk je echt alleen maar TikToks. En zie je toevallig misschien deze video een keer van mij. En heb je er gewoon meer aan gehad aan TikTok, dan snap ik het natuurlijk. Nogmaals, het is gewoon bij iedereen, ja, verschillend. Want als je bijvoorbeeld alleen maar TikToks kijkt en nooit YouTube, dan staat natuurlijk TikTok wel wat hoger. Misschien is de kwaliteit dan wel iets minder natuurlijk. Maar ja, dat ligt natuurlijk ook wel erg aan wie je volgt. Maar in ieder geval, ik hoop dat je video leuk vond. Volg me zeker alleen even wel op Instagram en ja, je mag me ook volgen op TikTok. Nogmaals, komen dus kleine stukjes van op TikTok te staan. Ik ga binnenkort waarschijnlijk ook live op TikTok, dus dat is misschien ook wel leuk als je bijvoorbeeld vragen hebt of wil even in die livestream komen, zeg maar. Dan ja, dan zou ik dat best wel grappig vinden. En op Insta natuurlijk gewoon voor mijn stories. Nogmaals, ik plaats niet super veel op mijn feed, maar ik vind het wel gewoon leuk om met mensen te DM'en of weet ik veel allemaal. Dus in ieder geval dat. Abonneer al even op mijn kanaal en dan zie ik jou hopelijk donderdag weer bij een nieuwe video of andere dag, als jij de video op een andere dag kijkt. Maar in ieder geval, tot ziens.